Employer of the Year is een uniek onderzoek in zoverre dat het een employer branding onderzoek is in eerste instantie. We proberen te kijken hoe de arbeidsmarkt, kandidaten, huidige werknemers over organisaties nadenken, hoe ze naar die organisaties kijken en hoe ze die organisaties evalueren op een aantal criteria. In zoverre is dat het employer branding luik. Daarnaast gaan we ook de organisaties zelf bevragen, met name de HR-verantwoordelijke, de personeelsverantwoordelijke binnen de organisatie, krijgt dezelfde 14 criteria voorgeschoteld en proberen we tussen aan de ene kant de kandidaten aan de buitenwereld en de HR-mensen aan de binnenkant een fit te berekenen tussen beide scores. Wat betekent dat? Als er een grote samenhang is tussen de manier waarop de buitenwereld kijkt naar je bedrijf versus hoe HR naar zichzelf kijkt in termen van een aantal HR-praktijken, dan gaat die fitscore hoog zijn. Is er een groot verschil tussen die twee, een discrepantie tussen die beiden, dan gaat die fitscore eerder laag zijn. De Vlerick Business School is in het Employer of the Year onderzoek zeg maar de onderzoekspartner. Dat betekent wij hebben de vragenlijsten ontwikkeld, we hebben de doelgroep mede bepaald samen met vacature referentie en we hebben ook de data geanalyseerd, verwerkt en finaal ervoor gezorgd dat er ook de individuele rapporten naar de bedrijven komen, zodat bedrijven naast al of niet op een lijst staan, ook een stukje informatie krijgen en feedback krijgen omtrent hoe potentiële kandidaten eventueel kijken naar de organisatie. Het onderzoek omslaat eigenlijk een vijftal grote stappen. In eerste instantie hebben we uiteraard de doelgroep bepaald. Dat betekent een 600-tal organisaties hebben meegedaan. Ik zeg duidelijk organisaties, want daar zitten zowel privébedrijven tussen als publieke organisaties, maar ook social profit organisaties. Deze 600 bedrijven zijn als het ware randomly aangeboden aan potentiële kandidaten, mensen op de arbeidsmarkt. Ongeveer 7500 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betekent een 37.000 voorkeuren die zijn uitgesproken. Elke medewerker of elke individu dat de vragenlijst invulde, kon verschillende voorkeuren uitspreken. Dat is de eerste fase. De tweede fase is, en die liep eigenlijk parallel met de eerste fase, die 600 organisaties werden ook gevraagd om te participeren. Dat betekent heel concreet, vroegen we aan HR om diezelfde vragenlijst, die 14 criteria die de kandidaten scoorden, om die als het ware ook te gaan invullen. Met name, hoe proberen jullie HR neer te zetten en op welke manier kijken jullie zelf naar het HR gebeuren? Tussen die beiden wordt er dan een fit berekend. In de derde fase werden de 60 bedrijven die aan de top stonden wat het employer branding gebeuren betreft, dus zeg maar met de grootste aantal voorkeursstemmen over de drie sectoren heen, werden deze 60 bedrijven wat we noemen genomineerd. De genomineerde bedrijven werden opnieuw aangeschreven, werd gevraagd om nog wat uitvoeriger dossier in te sturen met betrekking tot HR-strategieën en een aantal heel concrete HR-praktijken die illustreerden dat ze consistent die strategie waren aan het nastreven. Dat is de derde fase. Op basis van dat resultaat krijg je eigenlijk een dossier per organisatie. Deze dossiers aangevuld met de employer branding score op de markt, aangevuld met de fit score die we zelf berekend hadden, werd dan voorgelegd aan een 9-koppige jury. Deze jury bestond uit bedrijfsmensen, zeg maar CEO's en een stukje mensen die thuis zijn in de HR-wereld. Deze jury heeft naar die dossiers gekeken en heeft die dossiers als het ware geëvalueerd aan de hand van de 4 C's. Wat zijn die 4 C's? Dat is de continuity. In welke mate is het bedrijf continu bezig op een consistente manier daar de aandacht aan te geven. Tweede was consistentie. Wat is de mate van consistentie die daarbij gebruikt wordt? Derde was de mate van clarity. Hoe duidelijk is het? Ja. En vierde was de mate van creativiteit waarop men met zijn HR-beleid bezig is. Aan de hand van deze 4 criteria werden er finaal 9 organisaties uitgeselecteerd. 3 in de profitsector, 3 in de social profitsector en 3 in de publieke sector. Deze 9 bedrijven werden vervolgens door Acerta aan de ROIT onderworpen en dat leidde dan finaal tot het eindresultaat dat we vanavond bekomen. Wel, als we de vraag zouden stellen, zijn er nieuwe tendensen of trends ten opzichte van de vorige editie, dan is in eerste instantie de vaststelling dat een aantal dingen gelijklopend blijven. Dat betekent dat er toch een zekere consistentie is in datgene wat we meten. Echter, de belangrijkste evolutie die we denk ik vandaag de dag zien, is dat we zien dat de factor werkzekerheid, dat is een van de 14 factoren die gemeten wordt, dat die eigenlijk zwaarder gaat doorwegen. Met andere woorden, meer mensen hechten belang aan de werkzekerheid van een werkgever. Ten gevolge van het feit dat werkzekerheid zwaarder gaat wegen, zie je dan ook dat de publieke sector, relatief gezien ten opzichte van de 2 andere sectoren, eigenlijk beter gaat scoren. Misschien een laatste tendens die we vaststellen is dat als je kijkt naar de private sector, dan zie je naarmate mensen ouder worden dat de attractiviteit van die sector voor een stukje gaat afnemen. Met name minder mensen geven te kennen dat ze voor de private sector willen werken naarmate ze gaan ouder worden.
Belangrijke evoluties die we dit jaar hebben gezien in de online bevraging. Herinner u, 600 organisaties die we aan de arbeidsmarkt hebben gegeven. Die groep is eigenlijk vergelijkbaar met die van vorig jaar. Uiteraard, door fusies en acquisities zijn een aantal bedrijven weggevallen, zijn er een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen. Als we het bekijken per sector, dan zie je inderdaad dat sommige sectoren wat beter gaan scoren dan andere sectoren. Dat heeft wat sector betreft vaak een stuk te maken met nieuws die of de manier waarop een sector in het nieuws is gekomen. Hetzelfde geldt zelfs voor de organisaties binnen de sectoren. Daar zie je toch heel wat organisaties verspringen, zowel naar boven gaan of naar onder gaan. Ook daar zie je heel vaak een link met de wijze waarop een organisatie over de laatste 12 maanden in het nieuws is gekomen. Dus in zoverre aan de ene kant een vrij grote gelijkaardigheid wat betreft resultaten met vorig jaar. Toch per sector en binnen de sector heel wat verspringingen, bedrijven die van positie als het ware veranderd zijn.